wat goed dat jullie weer kijken. Vandaag gaan we het hebben over de 7 fasen van financiële onafhankelijkheid. Degenen die mij al een tijd volgen weten dat niet de hoeveelheid geld ertoe doet, maar wat jij wil gaan doen met je leven. Als jij je terug wilt trekken, het get rich and then get out of the grid principe, of je streeft de luxury lifestyle na, of je wil de vrijheid hebben om te doen wat je wil doen, dan zijn alle drie die keuzes hebben een ander kostenplaatje. Dus de vraag die je jezelf moet stellen, die je altijd moet stellen is, wat kost de vrijheid die ik nastreef? Want iedere euro die je investeert of belegt, is een euro die je dichter bij jouw vrijheid brengt. Maar ook een euro die je op lange termijn andere levenskeuzes biedt. En ieder jaar kan je dan een balans opmaken en bekijken hoeveel euro je hebt geïnvesteerd of belegd en hoeveel maanden vrije tijd je hebt gecreëerd. Een belangrijke les die ik geleerd heb is dat geld geen doel op zich is. Afhankelijk dus van je levensstijl kun je bepalen met hoeveel geld jij tevreden zou zijn. En toch is dat niet de meest gestelde vraag die ik vaak krijg. Want die is namelijk, hoeveel geld heb ik nodig om financieel onafhankelijk te worden? De meeste mensen die ik volg via Twitter of die ik ken in het echte leven en die financiële vrijheid nastreven of hebben bereikt, onderscheiden eigenlijk 7 verschillende fasen van financiële vrijheid. De meeste Nederlanders, volgens het Nibud, zeggen dat ze van salarisstrook naar salarisstrook leven. Bij sommige Nederlanders duurt de maand zelfs langer dan dat er geld op hun rekening staat. Dat betekent dus dat je financiële mindset niet helemaal op orde is. Wanneer je de volgende 7 niveaus van financiële vrijheid nastreeft, is dat een goede kans om uit je vicieuze cirkel te komen. Het is namelijk van het grootste belang om je financiële gewoonte te veranderen. Want de manier waarop jij over geld denkt, bepaalt dus eigenlijk ook wat je met je geld doet. En dat is de grootste boosdoener voor de financiële fase waarin jij nu zit. Met fase 1, duidelijkheid. Als eerste stap breng je natuurlijk je financiële situatie in kaart. Hoeveel geld heb je? Hoeveel bezittingen heb je? Hoeveel bezittingen van waarde heb je? Hoeveel schulden heb je? En wat is je doel? Als je je financiële doel namelijk wilt bereiken, zul je moeten weten hoe je er financieel voor staat. Fase 2 is financieel zelfstandig zijn. Dus naast dat we eerst in kaart brengen hoe onze situatie is, is vervolgens zaak om financieel zelfstandig te worden. Dat betekent dus dat je niet meer moet uitgeven dan dat je verdient. Dat betekent dus ook zonder hulp van eventueel ouders, zonder hulp van schulden en zonder hulp van giften. Fase 3, de 10% regel. Nou, wanneer je financiën op orde hebt en je niet meer uitgeeft dan dat er binnenkomt, is het van essentieel belang om nu de volgende stap te gaan zetten en aan je vermogen te gaan bouwen. Dat betekent dat je minimaal 10% opzij moet zetten om te reserveren, om vermogen op te bouwen. Deze 10% heb je nodig om allereerst een calamiteitenfonds op te bouwen en vervolgens te starten met het opbouwen van je vermogen. Wanneer je niveau 2 ontstijgt, creëer je dus voor jezelf een financiële speelruimte. Vervolgens gaan we naar fase 4. Fase van stabiliteit. Je hebt al je schulden afgelost, zoals hoogrentende creditcardschulden, hoogrentende koop-op-afbetalingsschulden en natuurlijk ook je studieschuld. Vervolgens heb je een bedrag bij elkaar gespaard voor het calamiteitenfonds, waar je ongeveer 6 maanden mee vooruit zou moeten kunnen. Wanneer je dus onverhoopt ontslagen wordt of ontstaat een andere calamiteit, een totaal onverwachte schade. Dus je hebt een calamiteitenfonds nodig om financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Nou, wanneer je dat hebt, dan heb je niet alleen financiële stabiliteit bereikt, maar dan heb je ook
mentale vrijheid bereikt. Wanneer je mentale vrijheid hebt bereikt, kun je ook betere en weloverwogen beslissingen maken. Want je hebt namelijk rust in je hoofd. Vervolgens gaan we naar fase 5. De fase van flexibiliteit. Nou, op dit niveau heb je dus naast je calamiteitenfonds ter hoogte van ongeveer 6 maandsalarissen ook een lange termijn vermogen opgebouwd. Nou, dat lange termijn vermogen dat geeft jou een mate van flexibiliteit om bijvoorbeeld een jaar een sabbatical te nemen. Of om een lager betaalde, maar wellicht leukere en inspirerendere baan te nemen dan je nu hebt. Geld kan dan in de zuiverste definitie van opofferingskosten worden gezien. Dit geld koop je dus vrijheid. Waarbij vrije tijd het enige is wat echt van waarde is natuurlijk. Vervolgens gaan we naar fase 6. De fase van financiële onafhankelijkheid. Ja, er zijn 7 fasen. Maar in fase 6 bereik je eigenlijk al financiële onafhankelijkheid. Want wanneer je volledig kunt leven van het passieve inkomen dat je hebt gecreëerd, dat je uit je vermogen kunt halen, dan heb je eigenlijk al financiële onafhankelijkheid bereikt. Nou, passief inkomen haal je dus uit je vermogen, dus dat kunnen huurinkomsten zijn van vastgoed waarin je hebt geïnvesteerd. Of je kunt huurinkomsten hebben van een boot of een vakantiewoning. Of natuurlijk uit het dividenden van je aandelenvermogen. Nou, om een hoog passief inkomen te bereiken zul je tussen de 30% en 40% van je inkomen moeten beleggen of investeren vanaf jonge leeftijd. Hoe jonger je start namelijk, hoe meer je kan profiteren van het rendement op rendement effect. En zul je een hoog vermogen kunnen opbouwen. Nou, wanneer je meer dan 30% wil investeren of beleggen, betekent dat je wellicht ingrijpende keuzes moet maken in je leven. Dat betekent dus dat je soms ook nee moet kunnen zeggen voor zaken die geld gaan kosten. Nou, uiteraard is er ook een tussenoplossing waarbij je je houdt aan die 10 à 20% of 25% van je inkomen om dat te beleggen en investeren. Waardoor je dus ook nog kunt genieten van je leven op jonge leeftijd. En tegelijkertijd ook geld investeert en belegt. Zodat je wellicht tussen je 50ste en 60ste levensjaar kunt stoppen met het werk wat je op dat moment doet. En echt volledig off the grid gaan. Of volledig de luxury lifestyle gaat volgen. Nou, fase 7 is dan de fase van eigenlijk oneindige welvaart. Oneindig? Ja, oneindig. Want wanneer je hebt gehouden aan de 25 keer regel, heb je voor jezelf oneindige welvaart gecreëerd. 25 keer regel? Ja, die heb ik al een keer eerder in een vlog genoemd. De 25 keer regel heb je nodig om je financiële onafhankelijkheidsgetal te berekenen. Wanneer je bijvoorbeeld denkt 3000 euro per maand nodig te hebben om gewoon te kunnen leven, dat betekent dus dat je 36.000 euro per jaar nodig hebt om riant, of in ieder geval volgens jouw maatstaven, te kunnen leven. Nou, wanneer je dat getal dan vermenigvuldigt met 25, dan heb je je financiële onafhankelijkheidsgetal, je FO-getal. Nou, in dit voorbeeld is het dan 36.000 keer 25 is 9 ton, 900.000 euro. De 25 keer regel betekent namelijk dat wanneer je een vermogen hebt opgebouwd van 900.000 euro, je daar een minimaal 4% uit kunt onttrekken. Het rendement dat je behaalt op je beleggingen ligt over het algemeen tussen de 7 à 8%. Dus je onttrekt 4%. Je hebt er waarschijnlijk 7 à 8% op ontvangen. Dus je vermogen blijft groeien terwijl je daar geld uit onttrekt. En dat betekent eigenlijk oneindige welvaart voor jou. Als je dus een ander leven wil krijgen, zul je dus andere dingen moeten gaan doen dan wat je tot nu toe hebt gedaan. Deze keer wil ik weer een oproep doen om deze vlog, als je die leuk, nuttig en educatief vond, te liken, je te abonneren uiteraard. Want hoe meer likes, hoe meer abonnees, hoe meer mensen ik kan bereiken. En hoe meer mensen financiële onafhankelijkheid kunnen nastreven.
Nou, dit was het weer. Tot ziens. En ik ga genieten van het lekkere weer. Tot ziens. Tot snel. Doei.